Goedemorgen, bekend uitzicht. Het eerste wat je doet als je na een week op een eiland weer fatsoenlijk internet hebt? Vlogs kijken voor live. Ik ben nu bij deze. En ja, ik heb no shame in mijn game om toe te geven dat ik compleet verslaafd ben. Ik ben sinds 9 uur wakker en dit is het eerste wat ik doe. Ik heb wel een beetje trouwens met havermout. Ik ga proberen mijn GoPro te redden. Op internet heb ik instructies gelezen hoe je dat zou moeten doen. En eigenlijk heb ik al de grootste fout gemaakt die je kan maken. Namelijk de GoPro proberen aan te zetten terwijl die nog nat is. Dat moet je dus absoluut niet doen. En als die dus in zout water is gevallen, je ziet het hier al, had ik hem eigenlijk al met zoet water moeten afspoelen. Weet je, hij is nu toch stuk. Dus ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik kan het altijd proberen. Dus wat je moet doen, dit is echt painful. Je moet hem dus 30 seconden in zoet water stoppen. En de batterij ook. En dat dan snel afdrogen en dan in rij stoppen. Dus ja, wacht, ik pak even mijn timer erbij. Oh, dit is echt erg. Ik wil niet. Maar ja, hij is anders toch sowieso al verloren. Dus ik moet wel. Oké, daar gaat hij dan, hè. Oké, deze aan. Start. Oh, wat erg. Oh, dit is echt horrible. Oké, hij gaat nu uit. Ik ga hem nog even goed... Ja, je moet hem dus dan weer schudden. Deze ook even eruit halen. Zo. En dan moet je dus schudden. Zo. Zodat al het water eruit komt. Oké, ik heb hem nu ook afgedroogd. En dan gaat hij nu dus in rijst. Want dat trekt al het vocht eruit. Oké, ik ga hem helemaal begraven. En anders is het gewoon rip GoPro. Ja, weet je, als ik dit niet zou doen, dan was hij toch al verloren. Zeker door het zout water. Ik had er helemaal niet over nagedacht. Want je moet duikspullen ook helemaal onder van zeewater afspoelen in zoet water. Ik had gewoon geen internet op dat eiland, anders had ik het wel veel eerder gegoogeld. Oké, nou, ik ga deze zak vastbinden, zodat de rijst er dicht tegenaan zit. En dan is het gewoon fingers crossed. Kijk, hier zie je al het zout op dat klepje. Kijk. Ja, had ik gewoon meteen moeten afspoelen, zonde. Yo, dit is trouwens echt niet grappig. Ik word namelijk gestalkt. Het begon vannacht om, hier zie je het al, om 3:15. Die persoon heeft gewoon, nou, nu bij elkaar, hoe vaak heeft hij gebeld? Even kijken, 17, 24, 25 keer heeft die persoon me gebeld. De eerste keer nam ik midden in de nacht op, want ik dacht dat het een nummer uit Rotterdam was. Dus ik dacht, nou, ik weet niet wie het is, maar ik neem maar op. Terwijl Nederland wel, het was in Nederland eigenlijk ook al heel laat, dus het kon bijna niet. Dit is best wel scary. Het is dus een gast. Toen ik dus midden in de nacht opnam, toen... Ja, de eerste keer dacht ik, ja, whatever, het zal wel verkeerd gebeld zijn of zo. Tweede keer toen zei hij ook van, oh, I have the wrong number. Dus ik had ook opgehangen. Toen bleef hij dus daarna nog echt 15 keer bellen. Ik had meteen Stefan laten weten van, yo, ik word gestalkt. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb mijn telefoon op stil gezet. Vanochtend belde hij weer. Ik had ook weer opgenomen. Even checken van wie het is of zo. En toen antwoordde wel zijn gast. Die zei van, I am Rohan of zo, whatever. En dus ik zei, so what do you want? Dus zei hij van, I want to be your friend. En toen had ik dus weer opgehangen. En sindsdien ben ik zijn calls aan het declinen. Maar hij blijft dus maar bellen. Ja, ik kan er wel om lachen. Maar ik vind het aan de ene kant ook best wel eng. Want niemand heeft dit nummer. Dus hoe kom je aan dit nummer? Best wel vage shizzle. Ik ben op zich wel blij. Want vrijdag ga ik dus naar India. En dan ga ik dit nummer gewoon weggooien. Dus dan ben ik er ook vrij snel vanaf. Dat had ook gewoon aan het begin van mijn reis kunnen gebeuren. Maar in India moet je dus allemaal gegevens registreren. En 2 pasfoto's en zo afgeven. En dat soort dingen. En dan denk ik van ja, als dit in India gebeurt, dan vind ik dat eigenlijk helemaal niet chill. Want je ziet dat dit is gewoon 1 dag. En ik word gewoon 25 keer gebeld. Dat is gewoon... Sorry, maar dat spoor je gewoon echt niet. Oh, en freaking G. Ik zie nu net pas dat hij ook allemaal sms'jes aan het sturen is. Kijk, kan ik mezelf voorstellen? Waar kom je vandaan? Ben je alleen? May I get couple with you? Mag ik een relatie met je? I like the West women. Oh my freaking G. Ronnie, 27 jaar. Timor, Indonesia. What the hell? What the hell? Wat is dit? Oké, ik heb nu gevonden hoe je die persoon kan blokkeren. Block this caller. Block contact. Freaking psycho. Hij had weer een sms gestuurd, hè. Kijk nou. Zegt hij. I love West style and I want to enjoy with you. Do you like it? I am a good man and a romantic.
I'm not that dangerous, you don't afraid. Jongen, je hebt me 25 keer gebeld. Je bent gek, je bent gewoon loco. Even serieus, als dit in Nederland zou gebeuren, zou ik je echt zo keihard uitlachen. En zou ik gewoon denken, yo, jij sport gewoon niet, je bent gewoon loco, whatever. En ik zou je gewoon negeren en al mijn vriendinnen. Trouwens, ik heb die berichtjes ook doorgestuurd naar Nadine en mijn broertje en Stefan. Het is nog steeds een goede grap, maar... Hier, ik vind het best wel eng, want ik moet straks toch ook weer alleen over straat. En nu durf ik 's avonds ook al helemaal niet alleen over straat. Nou, ik heb hem nu geblokkeerd, hopelijk is het hiermee klaar. Wat is dit? Hoe dan? Niemand heeft dit nummer. Oh my god, ik ga echt helemaal stuk om mijn broertje. Ik zei echt, even serieus, als dit Nederland was, dan zou ik hier echt zoveel lol mee hebben. Want dan, ja, weet je, dan voel ik me gewoon veilig en mijn vrienden, familie en zo. En toen zei hij zo, wat zou je zeggen dan? Hij kwam met nog een beter idee. Dat je single bent, maar dat je een been mist. Best food ever. Linse patties. Oh, hier heb ik zoveel zin in. Ik heb ze echt gemist. Groenten met allemaal curry's en groenten en dat soort dingen. Dit is ook een soort van omelet met allemaal lekkere dingen erin. Ik heb trouwens even bij mijn guesthouse-eigenaar aangegeven van... Hey, ik word gestalkt. Dit zijn de berichtjes die ik heb gekregen. Ik ben al 25 keer gebeld. Als ik niet terug ben voor 12 uur, bel de politie. Dit is trouwens ook zo zalig. Dit is gemberthee. Koude gemberthee met ijsblokjes erin. We gaan eventjes naar KL Centraal Station. Ja, yeah, hierboven is de mall. Daar gaan we naartoe. Ja, dat is wel een vrij grote mall. We moeten naar de 5e verdieping. Even kijken naar beneden. Oei! Ja, we gaan dus helemaal daar naar boven. Even checken welke film het gaat worden. Het is nu 4:15, dus op zich naar de Maze Runner kunnen. Het eerste deel daarvan heb ik ook gezien. Even kijken, ik wil niet ook niet al te lang wachten. Visions zou ook nog kunnen. Tani Oruvan? Oeh, dat klinkt interessant. Volgens mij is dat een Indian movie. Oké, ik ga naar een Indian film. Deze. Er is geen Engelse ondertiteling. Ik spreek geen Hindi. Ik spreek ook geen Bahasa Malaysia. F it. Ik dacht, dit is the experience. Oh, moet je kijken. Zeewier wasabi popcorn. Ja, yeah, uiteraard heb ik ook popcorn gehaald. Dit is gewoon zoute popcorn. Maar het zit echt in een heel leuk doosje. Kijk nou. Bijna liggen ze al. Er zitten echt nog 3 of 4 andere mensen in deze zaal. Oh wow. Oh, wat voor color collection is dit nou weer? How you, sir? Waarom rode gezichten dan? Oh, dope. Er is wel Engelse ondertiteling. Ik moet zeggen, het lijkt me echt een hele dope film. En de editing is ook heel vet. Woehoe, dramatic love moment. Wow, dit was echt een vette film. Echt, echt super vet. Aan het begin is het een beetje verwarrend. Maar daarna komen alle verhalen bij elkaar en is het echt heel vet. Hij duurde net zoals bij elke Indiaanse film 3 uur. Maar ja, het was nergens saai of zo. Het was echt, echt een heel vet film. Oh my god, ze hebben hier een Japanse winkel met allemaal Japanse snacks. Maar het voordeel is, kijk, als je echt in Japan zou zijn, dan heb je gewoon echt geen idee wat het is. En hier, omdat het zeg maar in het buitenland is, het is wel een Japanse winkel, dan zetten ze het nog in het Engels erbij. En dat is op zich wel chill, want dan weet je in ieder geval wat het is. En ik zit te twijfelen om dus weer... Kijk, hier hebben ze dus die smerige groene thee KitKat. Maar ze hebben dus ook een soort van cake pudding KitKat en groene thee crunch. Ik zit te twijfelen om allemaal Japanse snacks te kopen en daar ook een proefvideo van te doen. Maar ik ben natuurlijk niet in Japan. Maar wat maakt het uit? Want het zijn wel allemaal... Kijk, dit wil ik ook echt proeven. Dit lijkt wel Oreo's met sinaasappelcreme. Dat lijkt me dus zo vet lekker. Twijfel, twijfel, twijfel. Nee, ik kan het niet laten. Ik kan het gewoon echt niet laten. Ik ga hier flink shoppen. Gelukkig heb ik mijn pinpas bij me en moest ik toch sowieso nog vinden. Dus Japanse snacks proefvideo komt eraan. Wow, kijk dit. Een gigantische snacks en ladders. Kijk die gigantische dobbelsteen. Zo vet. Ik had eten besteld, maar ik denk dat ik bij de verkeerde counter heb besteld. Dit is allemaal om mee te nemen. Nee, ik eet het hierop en dan op zich wel chill. Want dan weet ik waar ik eten kan bestellen als ik ga vliegen vrijdag. Hier geven ze dus bakjes mee. Relaxed. Oh ja, dit is wat ik heb trouwens. Dit is groene papaya. Dit ruikt zo sterk. Ik weet niet eens wat voor kruiden het zijn, maar het ruikt niet alleen knoflook. Er zitten ook andere dingen in. En hier heb ik
tofu en eieren. En hier heb ik nog een bakje waar hetzelfde in zit. Wauw, dit eten is zo mega lekker. Die tofu is een soort van gemarineerd in thee. En het ei ook. Ik vraag me af of dit die gekke tea egg is of zo. Maar het smaakt echt, echt heel lekker. Ik kon het niet laten. Ik heb een ishload aan Japanse snacks verkocht. Kijk nou, ze hebben frambozen KitKat. Dat moet ik gewoon echt proberen. En allemaal roze dingen. Kijk nou hoe lief. Ik heb weer mijn oude kamer terug. Echt zo relaxed. Deze kamer is veel groter dan die hierboven. Ik ben kapot. Ik ga slapen. Ik heb dit letterlijk nog nooit in mijn leven meegemaakt. Ik had te weinig geld bij me. Tot morgen. Vergeet je niet te abonneren. En wel te rusten.